Dames en heren, welkom. Ik ben Jasper, je kijkt naar Common Sense TV en in deze aflevering leg ik je uit waarom Gideon van Meijeren veroordeeld gaat worden voor opruiing. Jasper Experience on Common Sense TV. Welkom en goed dat je weer kijkt naar de Jasper Experience, aflevering nummer 47 hier op Common Sense TV. Kleine huishoudelijke mededelingen, vind je het heel erg tof? Ga naar Jasper CS TV voor 5 euro's per maand. Ondersteun je dit geluid? Wil je iets meer doen? Eenmalige donatie op hetzelfde platform. Op commonsensetv.nl vind je al onze nieuws en opinieartikelen. En in onze webshop vind je kleding om het geluid te ondersteunen. En daarmee kunnen wij dit nog beter maken. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en in de Jasper Experience leg ik altijd uit wat mijn ervaringen zijn. En ik vind politiek en recht vind ik super interessant. Nu hoor ik je al zeggen, ja, maar Jasper, je bent geen advocaat of jurist. Nee, het klopt. Ik ben, zoals je kan zien op het kanaal, vind je regelmatig afleveringen, hele opnames van rechtszaken waar ik dan sta met de camera die ik integraal opneem. Als dat niet kan of niet mogelijk is, dan zit ik daar graag naast als het interessant zit. En de afgelopen 3-4 jaar ben ik regelmatig bij wat zaken waar mensen voor opruiing veroordeeld werden. Dus ik heb best wel wat ervaringen erin en die wil ik je met je gaan delen. Ik hoop dat Van Meijeren dit ook ziet, want misschien kan je wat helpen in je gevecht om je punten waar te maken en je vrij te spreken van opruiming. Want dat gun ik je heel graag. Desalniettemin ben ik hier om winstwaarschuwing af te geven, want ik heb het proces heb ik gezien. Ik moet het even goed zeggen, het hoorproces voor de meervoudige Kamer in Den Haag. Dat was op 20 december even uit mijn hoofd. Dat is eigenlijk een soort van proefzitting. Het Openbaar Ministerie en, mag dan vertellen wat ze vinden. Van Meijeren mag vertellen wat hij ervan vindt, eventueel aanvullen met wat... Wat andere zaken, wat papierwerk, wat getuigen. En dan gaat de rechter daar een nieuwe datum op prikken voor de daadwerkelijke rechtszaak. Het Openbaar Ministerie vindt het echt een hele spannende rechtszaak. Want normaal is het zo dat er één politierechter zit. Je komt enkelmalig in de rechtbank en daar komt een veroordeling uit. Het Openbaar Ministerie vindt dit wel een heftige zaak. En dat is het natuurlijk ook. Want zoals Van Meijeren zelf al aangeeft, is dit een soort van politiek proces. Het is een... Van Meijeren is Kamerlid voor Forum voor Democratie. Uit die naam heeft hij zoals het Openbaar Ministerie vindt, 2 keer opruiing. Dat is 1 keer gebeurd op een demonstratie bij een boerenprotest. En dat is 1 keer gebeurd in een aflevering van Café Weldmerts. Zoals ze dat begrepen hebben uit de rechtbankzitting die ik volledig heb gezien, uiteraard. En wat dingetjes daar terug in heb gezet. Opruiing in onze gedachten is, ik vertel tegen jou dat je die auto in de brand gaat steken. En dat is het. Verweer, als je verweer zet, dan is in onze termen dat je er tegen ingaat. En dat kan op verschillende manieren. En aan onze kant is dat eigenlijk... vreedzaam, want we willen die problemen niet, want de macht zit bij de overheid. En voordat je het weet heb je een wapenstok, een politiehond of een paard in je nek hijgen. En dat hebben we meerdere malen hebben gezien. Opruiing is hij die, volgens juridische termen, hij die in het openbaar aanzet tot iets ongeoorloofsbaar. En wat gewelddadigheden tegen het openbaar gezag kan hebben. Dat openbaar gezag kan iedereen zijn die een wet mag aanpassen. Of zich daaraan mag toetsen en daar maar wat van mag vinden. Voordat het hele proces in gang is gegaan, heb het Openbaar Ministerie van mij gevraagd, net zoals afgelopen jaar, 23.300 andere mensen om voor een gesprek te komen op een politiebureau om uitleg te gaan geven. Dat heeft hij geweigerd. Dat kwam ook terug in het proces, want... Het OM vond dat wel heel erg vervelend. Net zoals dat Van Meijeren geen advocaat bij zich heb. Hij heeft een juridische opleiding daarin, wat ervaring. En ik kan me voorstellen dat je dat zelf aanpakt. Alleen
Ja, dan moet de rechtbank daar wat extra tijd en rekening mee houden. Want juridische termen, het verweer daarop, het antwoord daarop, wordt allemaal wat langer. En dat vinden ze allemaal wat lastiger. Brieven, mailen, het is ook allemaal lastig. Want je kan beter een advocaat naast je hebben die zich dient te toetsen. Dus dat vindt de rechtbank altijd vervelend. Dan krijg je natuurlijk waarom Vermeijeren, waarom wordt Vermeijeren dan veroordeeld? Ja, dat is de mening van het Openbaar Ministerie. Die be bepaalt dat. Want ik hoor je nu ook al zeggen, ja, waarom heb Akwasi die op de Dam vertelde tegen andere mensen dat Zwarte Piet op zijn bek moest geramd worden, waarom is hij niet veroordeeld? Het is de mening. En daarnaast, je hebt het nergens niet teruggezien, maar ik ben als een maand of 4, denk ik, geleden bij een, ja, ik noem het maar een pro-Hamas-demonstratie in Utrecht. En er stond een Nederlandse meneer op het podium die vele malen erger termen gebruikte dan alleen opruiing. En ik had daar wat vraagjes over, dus ik kwam terecht bij Politie Midden-Nederland, OMM Midden-Nederland, konden er allemaal geen antwoorden over geven. Dus uiteindelijk kom ik terecht met mijn vragen bij het Parket Generaal. Dat zit binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar kwam dan een antwoord op terug van, joh, hoe zit dat nou eigenlijk wanneer iets strafbaar is? Hoe beoordeelt het Openbaar Ministerie dan hoe en of wat. Nou, dat heeft te maken met feiten, dat heeft te maken met omstandigheden en dat heeft te maken met context. En ook in die drie combinatie kom ik dat weer tegen in de rechtbank. Feit is, volgens het Openbaar Ministerie, want Vermeijer is nog niet veroordeeld, dat hij heeft opgeroepen andere mensen tot mogelijk gewelddadig verzet tegen het openbaar gezag. Daarbij is de context, de 300 pagina's plus die het Openbaar Ministerie heeft aangeleverd met honderden opmerkingen die Vermeijer heeft gedaan. Dus daarin zit eigenlijk altijd wel een uitweg van het Openbaar Ministerie. Ja, maar kijk op deze pagina. En dat is het lastige voor het verweer voor later, waar ik het zo misschien nog even over wil hebben. Ja, en dan de context. Kijk, in de context, er is waarschijnlijk iemand die daar aanstalten van heeft genomen, want links neemt altijd aanstalten en gaat dan vervolgens aangifte doen. Wij weigeren dat of doen dat wat slechter. En ja, dat geeft wat minder handen en voeten aan het Openbaar Ministerie om de tegenstander daarin ook voor de rechtbank te krijgen en veroordelingen daarop. Laat me even het simpeler maken. Opruiing binnen de rechtbank wordt in drieën gesplitst. Vermeijer heeft twee keer opruiing, die van Café Weltmerts en die van bij een boerenprotest. Dus twee keer opruiing. Opruiing in drie punten en dat beoordeelt de rechter dan weer in elk punt in drie punten. Dus eigenlijk opruiing valt onder 9 punten, keer 2 zijn 18 punten. En dan moet jij gaan nadenken of er één van die 18 punten door de rechter wordt beoordeeld als bewezen. En als er be een punt wordt bewezen, wordt er dus afgehamerd op de veroordeling. Op één van die 18 punten. Mooi hè, die vraag. Denk jij dat het Openbaar Ministerie dit niet voor elkaar gaat krijgen? Nou, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. Vaak zien we ook dat de helft van de aanklachten bij het begin van de rechtszitting eraf aan, maar dan zijn er nog steeds 9 punten waarop die veroordeling mogelijk gaat zijn. Ja, ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat, en ik heb dat gezien ook binnen de rechtbanken en de rechtszaken die ik gevolgd heb, dat er altijd wel een puntje is wat bewezen geacht wordt, dus er een veroordeling op komt. Dan ga je het moeten bekijken in het grotere perspectief. Wie is Van Meijeren? Het is de eerste keer dat hij voor opruiing staat. Alleen hij heeft een heel groot gevolg. En het Openbaar Ministerie heeft zoals je ziet in beeld, een mooi opzetje. Van Meijeren is een persoon die een grote achterban heeft. Uitspraken. We weten uit NCV-gidsen dat als je meer dan 10.000 volgers hebt op de socials, dat je extra wordt erop gelet. En de rechter houdt er ook rekening mee dat wat jij zegt een groot bereik hebt. Dus daar ook nog een extra strafmaat, en dat heb ik vaker gezien in de rechtbanken,
een hardere straf op komt, omdat een voorbeeld gesteld moet worden. Dat. Nou, dan kom ik, als ik dat even heel kort in een verhaal zet, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat daarom van mij veroordeeld gaat worden. Dan is het zo dat elk punt binnen waar het Openbaar Ministerie en mee gaat komen, verlegd moet gaan worden. Dus Van Meijeren moet zo op elk punt het zijn verweer zo erin gaan doen als een gestroomlijnde advocaat. Ik ben bang dat als de rechter daar terug over komt, dat hij zegt, ja, u heeft misschien wel een punt, maar uw punt is te klein om daarop in te gaan. Dus ik acht dat niet bewezen. Het betekent ook met een groot gevolg en een grote achterban dat de strafmaat hoger is. In plaats van een geldboetertje van 500 euro of een taakstraf, gaat het een taakstraf zijn van minimaal 90 uur tot een celstraf van 3 maanden. Ik denk dat er een geldboete gaat komen, dat hij niet geen taakstraf gaat krijgen of een gevangenisstraf gaat krijgen. Een beetje in dezelfde situatie als wat Wilders had met zijn minder. Wel een veroordeling, geen straf. Maar wel dus een aantekening en een strafblad. En dan gaat de mainstream media eroverheen. Ja, gaan mensen stemmen op iemand met een strafblad? Ja, je kan je al voorstellen wat dat gaat komen. Dan heeft hij het over dat binnen het proces was het verweer. Van Meijeren wilde twee getuigen deskundigen. Matthias de Smet uit België en professor Kinneging, geloof ik, uit Leiden. Dan merk je dat er een heel team zit achter het Openbaar Ministerie. Want de meneer die het verhaal deed bij de rechtbank, kon daar niet zo goed antwoord op geven. Hij kende de meneer wel, maar er moest geschorst worden, want er moest wat op papier komen. En ja, er komt dan een team. Uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ja, weet je meneer, dit gaan we niet doen. Alleen, het is wel afgewezen, de twee getuigen deskundigen. Waarom? Omdat zowel de Smet als meneer Kinneging een beetje in het filosoferende gebeuren zitten. En de rechter is er om de wet te toetsen. En daar valt geen filosofie over, of een verhaal, of een gesprek, of een discussie over te voeren. Hij moet dat alleen doen. Dus afgewezen, en Van Meijeren zit met lege handen. Nou, als ik dat allemaal een beetje bij elkaar op ga tellen, dossier, de hokjes die het Openbaar Ministerie heeft neergelegd, dan ben ik ervan overtuigd dat Van Meijeren deze veroordeling gaat krijgen. Ik verwacht dat de rechtszitting voor de meervoudige Kamer ergens eind april, begin juni gaat zijn. Er is wel een datum genoemd, alleen binnen de rechtszaak, alleen Van Meijeren kon die gehele dag niet. Ik ga dit op de voet, blijf ik dit uiteraard volgen. Ik hou je op de hoogte. Afgelopen jaar is het kanaal van Jasper het CS2 hier op YouTube meer dan 1,5 keer gezien. Dank je wel daarvoor, met alle beperkingen daarop. Het kanaal is ook gegroeid. Ik verwacht dit jaar eigenlijk ook dat dit nog groter gaat groeien. We gaan ons uiterste best daarvoor doen natuurlijk. En ook wij zijn beoordeeld door YouTube als opruiend en tegen de regels in. Dus ja, we doen dit kosteloos en we hebben jouw hulp daar ook hard bij nodig. Kijk in de beschrijvingen voor alle linkjes en mogelijke manieren om ons te steunen. Ook om de rechtspraak voor de rechtszaak die al geweest is op 20 december nog even terug te kijken. Vind je dit nou heel erg tof? Gooi je duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en graag tot snel. Hoi.